Goedemorgen allemaal. Ja, ik zie er helemaal niet uit vandaag. Maar oké, dat maakt niet uit wat het is. Nee, het is nu 12 over 9. Ja, het is vandaag de, mag ik niet liegen, 22 november. Ja, ik was al wakker door mijn wekker. En toen ging in één keer mijn deurbel. Want dat was eventjes iemand die even wat moest afgeven bij mij. Eventjes een leuk pakketje. Ja. Dus, maar dat pakketje kan ik niet laten zien, helaas. Nog eens even 18 plus. Dus, ja, even 18 plus, om het zo maar even te zeggen. Ja, precies. Maar oké, maar ik vind het niet uit. Ja, ik ga me even opfrissen. Aankleden, meisje even uitlaten, eventjes een stofzuiger hier doorheen doen en dan even misschien nog mijn mannetje eventjes tegemoet lopen met rondjes. Dus dan weet hij dat ook nu gelijk, want die heb ik nu ook aan de telefoon. Ondertussen weer lekker buiten met mijn meisje aan het lopen. Cookie, kom dan. Kom. Cookie. Nee. Geen zin in vandaag, nee. Maar de bomen die worden alweer aardig kaal, wat jullie kunnen zien. Ja. Kaal, hou ik niet van. Nee. Ik heb juist liever dat het mooi, eigenlijk, ja, kleurrijk. Daar wordt toch iedereen vrolijker van? Kleurrijk en niet zo. Nee. Maar ja, zometeen dan krijg ik ook weer bezoek, 3 uurtjes lang. Maar dat ga ik dus niet vloggen. Dat is voor mij persoonlijk. Dus ik krijg gewoon, hoe heet dat, begeleiding. Dus ja, ik heb dat eenmaal nodig. En nee, ik schaam mij daar niet voor. Dus het is gewoon eventjes zodat ik mijn ei kwijt kan. Dus, en daar gaat het ook om. Meisje, kijk eens, Cookie. Hé, hey. Kijk eens. Kom dan. Hé. Hey. Ze heeft geen zin in de koekje. Nee. Hé, hey, Tutti Mutti. Tutti. Kijk eens. Cookie. Hé. Hey. Mutsel. Nee. Mutsel wil niet. Heeft geen zin. Oh, wacht even. Kijk eens, Cookie. Ja. Kijk eens, Cookie. Niet. Kijk eens. Nou, nee, er geen zin in, zeg maar. Ben net wakker. En ik zie iemand anders aankomen lopen, zeg maar. Ja. Nee, die zien jullie nog niet, maar ik kan weer wel. Ze wil niet. Ze wil niet. Mutsel, kom. Mutsel. Kom maar. Kom mee. Kom mee. Nee, heeft echt geen zin in. Nou. Geef niet. Maakt er allemaal niet uit. Ondertussen is ze er wel. Heb ik ook een koekje bij me? Ja. Zag je ze? Hey. En nou weer welkom, hè? Wat denk je? Vind je het leuk? Mama pesten? Nee? Vond je dat nou leuk om mama te pesten? Nee? Vond je dat nou leuk? Om mama nou te pesten? Vond je dat nou leuk? Nee? Wil je nog een koekje hebben dan? Wil je nog een koekje hebben dan? Zachtjes. Goed zo. En nog even spelen dan. Heel eventjes. Ja. Goedemorgen, schat. Alles is gedaan. Alleen nog het wijnen nog niet. Maar ik ben altijd nog laat op de dag. Dus stofzuiger heb ik gedaan. Daar liggen mijn twee meisjes. Nou, eentje staat dan ook. Maar dat maakt niet uit. En nu wacht ik op mijn bezoek. De koffie dat loopt al. Die heb ik net aangezet. Dus nou is het wachten. Dus,
Het is ook lekker gezellig in mijn huisje. Daar komt later wel even iets meer over wat ik nog allemaal heb in huis qua kerstspullen. Dus kijk, en daar is ze alweer op. Hier ruiken is hij. Hij, meisje, ja, nou, we zien hem. Zit niemand jou? Nee. Nee. Maar nou wel, hè? Maar nou wel, ja, dan moet ik gewoon even draaien, ja. Moet ik gewoon even draaien, hoe knuffel kunt je? Ja, je bent een knuffel. Een visje, hè? Hé. Dat je knuffelkontje was, hè? Dat wist je al, hè? Ja. Ja. Ja, en hier ligt eventjes voorlopig tot en met januari de hondenkussen. Ja. Ja. Graag zie je binnenkort weer mijn logeetje. Ja, weer even logeetje, hè? Ja, maar dat is, maar dat is wel even de goede logeetje, hè? Ja. Nee, niet. Is je broer niet? Is je broer er niet meer? Nee? Oké, is goed. Prima. Ja, hallo allemaal. Ik ben nu in Scheveningen. Ik neem jullie gezellig mee. Met wat ik allemaal ga doen. In Scheveningen. Dan heb je dus een heel lang muurtje. Allemaal namen. Al die namen moet gaan dat is wel wat. Er zijn echt kinderen bij die het niet hebben overleefd. Kijk, 19. En dit zijn dus de leeftijden. Echt heel erg 16. Reuzenratje, heel mooi in beeld. Ja. Zo, we gaan weer richting auto. Maar ik zal jullie nog even meenemen. Een bezoekje Scheveningen. Laat deze beeld ook nog even zien. Een beetje last van de zon. Maakt niet heel veel uit. Kan er wel. Ik ga niet uit. Hele dingen filmen. Ook leuk. Ik heb net kunnen lezen. Zo niet. Jammer dan. Mensen die dus na Scheveningen komen, let op, het is 30 november 2017, dat parkeren in heel Scheveningen. Dus kijk er mee uit. En anders heb je ook nog een wegsleepregeling. Ja, precies. Hai, schatje. Hoi. Ik hou van jou. Ik van jou. Mooi zo, goed zo. Nou, wij gaan weer even onderweg, weg.
we mogen niet overal filmen, helaas, pindakaas. Maar oké. Privacy blijft. Nou, en daar houden we ook ons netjes aan, ja toch? Ja. En dan gaan we weer eventjes op sneupjacht. Sneupjacht, ja. Naar de rommelwinkel. Ja, naar de rommelwinkel. En ik heb het steenkoud. Steenkoud. Koud als stenen in de, uit de vriezer komen. Kijk. Ja, maar ik heb het ook gewoon koud en dat is niet omdat het koud is, maar ik heb het koud omdat ik dus reuma heb. Ik heb de syndroom van Reinoud. Dus zoek het even op en ik zet even mijn en mijn reuma appjes hieronder in. Dat ja. is van Renault, maar ja. kan me erin vergissen. Dus, niet de auto, nee. Nee, precies. Dus ik film weer als we ergens weer mogen filmen. Goedenavond allemaal. Ja, het is nu alweer 17:15. Ik ga zo meteen met eten beginnen. We eten lekker makkelijk eigenlijk vandaag. Het, is, het wordt vandaag worteltjes en doppetjes extra fijn. Ja, met aardappelen. En kip, die heb ik al in de marinade. Ja, heb ik al lekker in de marinade staan. Kan ik hem eruit halen? Ja, denk ik. Kijk. Ik heb nog even zo meteen even omkippen, ja. Omkipperen. Aha, tuurlijk. Jet. Die heb ik dus in de marinade staan. Ja. En dan denken jullie van, wat voor marinade? Hele lekkere marinade. Ik heb dus eerst ketchup Amanes in een bak, in een schaaltje gedaan. Daarna heb ik de kipper ingedaan. En zout en peper. Ja. Dat is heel lekker die. Ja. Kijk. En dan gaat dat zo meteen in de pan. En dan aardappeltjes schillen. En dan dat in de pan. En dan lekker zacht op het vuur. En dan lekker smikkelen. Ja, wij gaan lekker eten. Sowieso. Ik zou zeggen, vind je dit leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet om te abonneren. En dan zien jullie ons morgen weer. Oh ja, en daarbij, deze vlog, de vloggen van ons, wij zijn nu elke keer een dag later. Dus dit is dus op een woensdag opgenomen en hij komt dus donderdag online om 4 uur. Dus, morgen, de vlog die ik maak, die komt dus vrijdag weer online. Ja. Dus we zijn elke keer een dag later. Dus, nou, ik zou zeggen, nogmaals, doe gewoon rustig een blauw duimpje omhoog. Abonneer eventjes op ons kanaal, dat zou helemaal geweldig zijn. En laat eventjes een leuke reactie achter.